Zo, we zijn klaar voor de eerste boxingstarpartij van vanavond. Bieke tegen Laura. De jongste tegen de oudste in de categorie. We hebben dit gezien. Daarnet waren de dames nog aan het dansen en aan het knuffelen. Maar dat is voorbij. Dat is een gepasseerd station. Nu is de spanning af te lezen van hun gezichten. Allebei zeer geconcentreerd, maar ze hebben er zin in. Nog even naar de statistieken. Bieke, zoals gezegd, 25 jaar ouder dan Laura. Maar qua lengte en gewicht zijn de twee dames absoluut aan elkaar gewaagd. Bieke wordt gecoacht door Hubert Verens en Laura door de Antwerpse ex-wereldkampioene Daniela Somers. En dan is het woord nu aan scheidsrechter van de wielen. Laura, Bieke. Ik sprak met jullie beiden in de kleedkamer. Ik verwacht van u een sportieve wedstrijd. Goed luisteren op de stop, onmiddellijk stoppen bij de break, een stap achteruit en onmiddellijk verder boxen. Good luck. Bieke, klaar? 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 Eerste ronde. Zo, de bel gaat en we zijn vertrokken. Dus het ligt in de verwachting dat de dames elkaars zwakke plekken zullen aftasten. Laura onmiddellijk in het offensief. Goede tegenactie van Bieke. Ja, had ik net gezegd. Laura laat zich al verrassen door die stoten die van links komen. Maar onmiddellijk in het offensief. Ja, ze gaat er nu. Ze gaan er echt voor, alle twee. Ze hebben alle twee al gedanst. Ja, mooi. Maar top. Ja. Niet draaien. Niet draaien. Box. Ja, die rechter was zeker raken. Die kwam goed aan. En Bieke een beetje verrast. Ja. Verliest precies ook een beetje zelfvertrouwen nu. Kijk, ze heeft nogthans getraind op achteruit, maar dat is ze allemaal kwijtgeraakt. Ja. Ondertussen, ze staat natuurlijk ook enorm onder druk. Want Laura spot er niet mee, die blijft maar aanvallen. Nou, je ziet Bieke weinig zelfvertrouwen. Bieke is zwaar onder druk en onder de indruk. En we verwachten toch nog dat ze... Stinkt like a beacon, maar het zit er niet in voorlopig. Voorlopig niet. Laura toch iets beter voorlopig. Ja. Ja, Bieke daar een hele mooie linkse stoot waard door die dekking. En dat volstaat voor Laura natuurlijk om onmiddellijk weer het offensief in te gaan. Bieke helemaal in de hoek gedrongen, draait zich om. Dat is verboden in de boksport, krijgt een kleine terechtwijzing. En we gaan naar het einde van deze ronde. Een ronde met 90 pittige seconden. Maar toch een bloedneus van op de linkerhand van, voor Laura. Een ronde duidelijk in het voordeel van Laura de Beast. Ja, vind ik ook. Zeker en vast. Ze was meer actief. Heeft ook meer stoten kunnen thuisbrengen. Hé, hey, dat is een ronde voor u. Ja. Dat is een volle ronde voor u. Adem, mijn tactiek is weg, hè. Nee, dat is niet waar. Rustig met die voorste hand. Kijk naar mij. Voorste hand. Ze kan niet achteruit boksen. Ga zelf met je job. Nee. Ze zijn bang van u, hè? Maar je moet ook in doorgaan waar je dat moet pakken. Hè? Ja. Ik ga me niet meer inhouden, zeg. Nee. Rustig verplaatsen, oké? Okay? Rustig verplaatsen. Bieke, zeer sterk in de defensieve houding. Ja. En niet altijd even goed. De dekking een beetje verwaarloosd. En daardoor heeft Laura natuurlijk enkele keren zeer hard kunnen scoren. Ja, maar toch een zeer goed niveau, vind ik. Zeer goed niveau. Zeker voor twee meisjes, dames, die nog maar pas in de ring staan. Ja, ik heb al veel liefhebberskampen gezien van vrouwen die minder waren en die zeer lang getrainden. Ja, we hebben hier vooral toch Laura zien domineren. En het is de vraag of Bieke Elegems nog een andere, een betere kant van zichzelf kan laten zien. Bieke heeft een lichte achterstand goed te maken in deze tweede ronde. Onmiddellijk gaat Laura er weer tegenaan. Driemaal een rechtse hoek. En nu een shot op het lichaam naar het hoofd. Ja, ja, als een fury gaat ze tekeer. Ja. Toen ze die plaat opgenomen heeft, de Beast, heeft ze al een beetje gebokst. Ze heeft ook nog gekickbokst. Maar nu voluit gaan voor de glorie, voor de overwinning. En Bieke weet er zich helemaal geen raad mee. Nee, die moet volledig in de verdediging. Blijven ademen, zou ik zeggen. En blijven goed kijken, want je ziet de stoten aankomen. Als je in de ogen van je tegenstander kijkt. Ja, mooie rechter terug. Ja. Top. U niet draaien. Duidelijk, Laura, duidelijk veel sterker. Daar hangt een knockdown in de lucht. Ja, veel sterker. Als dat niet beter gaat boksen, ja.
Gelukkig krijgen ze allebei een beetje respijt. Erik Goossens zeer bedrukt. Bieke nog meer bedrukt. Die heeft geen adem meer, geen energie meer. De vraag is, haalt ze het einde van deze ronde? Hier toch nog geprobeerd met een rechtse. Maar ze loopt hier weer op een counter. De dekking volledig verwaarloosd bij Bieke. Bloedneus wel bij Laura. Maar die is niet te stuiten. Toch een goede links hier van Bieke. Komt ze er misschien nog helemaal door. Maar ja, daar komt die Laura toch weer in volle vaart. Ik denk dat Bieke blij is dat deze tweede ronde erop zit. Ze is ongetwijfeld zichzelf tegengekomen in de ring. Dat is perfect, hè? Die kan niet nu. Hè? Ja, daar zal nu doorgaan. Nee, daar zal nu een hoek. Rustig, rustig. Rustig, de laatste ronde. Ik kan niet meer. Jawel, jawel. Zij is even moe dan jij. Zij is even moe dan jij. Kom op. Kon ik winnen? Ja. Wat we toch inderdaad zien, het is hier geen show. Het nee, gaat er het is keihard, keihard. Zeer keihard aan toe. Bieke, ja, toch zeer getekend. Ik denk dat ze deep inside het liefst ermee zou stoppen. Kijk naar mij, probeer die rustig te verzetten. Maar dat gaat niet. Jawel, jawel. Kijk naar mij. Derde en laatste ronde. Achteruit. En de vraag is, hoe verloopt deze laatste ronde? Gaat Bieke verder doen? Nog één keer 90 seconden. En nu van iedereen alles geven. Ja, Laura terug sterker. Weer draaien, wegdraaien. Ja. En we hebben tijdens de voorbereiding hebben we Bieke heel goed achteruit zien boksen. Goed in de verdediging. Maar kijk, met de open garde, dus ja. Dat verreekt zich natuurlijk. Hè? Want ja, er is geen ophouden aan bij deze Laura Tesoro. Ja, Laura zeker veel sterker. Ze is ook... Bewegelijker. Ja, en technisch beter. Ja. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat... Ja, Bieke heeft wel gezegd... Kijk, staat nu op het punt terug van op te geven. Ja. Maar ze geeft niet op. Het is natuurlijk zeer moeilijk voor haar nu. Ja, en Laura heeft ook voor de wedstrijd gezegd... de kick en de goesting zijn groter dan de schrik. Schrik hebben we bij haar nog niet gezien. Stap 1, ja. 2, terecht gekend. Wordt geteld 3, tot 8. 4, terecht van Danny. 5, terecht om 6, even rust te gunnen 7, aan Bieke Illegans. Moet je verder doen? Moet je verder doen? Ja. Oké. Okay. Zeer moedig van Bieke. Absoluut. Ze willen niet opgeven. Zwaar getekend, ja. Aangeslagen. Voorbeeld van en daar komt... De furie opnieuw. Een echte walkure in de ring. Deze kleine 21-jarige Laura Tesoro uit Antwerpen... die haar bijnaam niet gestolen heeft. Onvermoeibaar. Oh, ja. En ze gaat werkelijk voor de knock-out. Ah. Einde van deze derde ronde. Overweldigende zege voor Laura Tesoro en Bieke... Een vierde ronde zat er niet meer in, denk ik. Een leidensweg voor Bieke, ja. Juist op de rand van de knock-out. Op de rand van de knock-out. Ja, safe by the bell, mogen we zeggen. Ja. Safe by the bell, dus ja, gered door de Hong. Ze gingen zeker knock-out gaan. Fantastische overwinning van Laura, maar ook zeer moedig en proficiat aan Bieke. Ja, maar je ziet, goed voorbereid, alle stoten geleerd en zo, maar dan sta je onder stress in de ring. Die druk wordt al maar groter en dan ja, verwaarloos je je dekking. Je let niet meer op en je incasseert veel stoten. En de winnaar is... Laura!